Goedenavond, dames en heren. Welkom op het verkiezingsdebat van Brabants Dagblad en Ballade. Volgende week is het weer zover. Dan gaan we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen dit keer. Misschien weet u al wie u gaat stemmen, op welke partij u gaat stemmen. Misschien weet u het nog niet of twijfelt u nog. Nou, dan bent u vanavond aan het goede adres hier in het mooie Ballade. 8 fractievoorzitters gaan vandaag met elkaar in debat. 8 fractievoorzitters. Volgende week kunt u kiezen uit 9 partijen. Werknemersbelang heeft laten weten niet deel te nemen aan verkiezingsdebatten. Dus vandaar dat u die mist vanavond. Het debat wordt vandaag geleid door mijn collega Sjaak Kolen. En mijzelf. Mijn naam is Sylvia van de Ven. Nou, ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja. Ik zal eerst even wat uitleggen wat de bedoeling is deze avond. Hoe we het gaan doen. We hebben 8 lijsttrekkers. Die moeten het werk doen. Ik wou en Sylvia nog minder doen. We gaan werken met stellingen. Dat is het gemakkelijkst. Hoeven wij ook niet zo echt heel lang over na te denken. We hebben 4 hoofdstellingen. En 3... flitsstellingen. Nou ja, flitsstellingen, dat zijn dus stellingen die we in een paar minuutjes afwerken. Dat we van denken van nou, dan weten we ongeveer wel hoe de vlag erbij hangt. Wie het woord wil, ik mag hopen dat dat het geval zal zijn, die moet even gaan staan. En dan komen we met de microfoon even langs om het een klein beetje ordentelijk te laten verlopen en het ook niet te verwarrend te maken voor de televisie, hebben wij begrepen. Bij het binnenkomen hebben jullie allemaal een groene en een rode kaart gekregen. Nou ja, ik zal het toch maar vet maar zeggen. Jullie mogen dus ook stemmen. Als jullie het eens zijn met een stelling, dan wordt het groen. En zijn jullie het niet eens met een stelling, dan wordt het rood. Dat geldt ook voor de lijsttrekkers. Na elke stelling vragen we aan de zaal of er nog opmerkingen zijn, of het liefst natuurlijk vragen, over het onderwerp. Niet over een kat in de boom die de brandweer eruit moet komen halen. Er is ook wel iets over eens een keer om een debat over te houden, misschien. Even kijken. Ja, de mensen die toevallig zouden willen twitteren, worden verzocht daarbij de hashtag GR2014 te gebruiken. Onze collega Renzo, die is zo verschrikkelijk handig, die zet al die tweets meteen door op onze website. Dan moet ik ook nog voorstellen aan ons huisorkest. Waar is hij? Even naar het toilet, denk ik. Nou ja, ons huisorkest bestaat uit Leo de Vlieger. En Leo de Vlieger. En Leo de Vlieger. Ja, van sommigen van u is het volgens mij een bekende. Hij treedt vaker op in deze kontrijen, heb ik me laten vertellen. Het verzoek is om de telefoons op stil te zetten. Behalve bij bevallingen. Dan mag hij aanblijven. Maar dan moeten we het wel weten. Nog een mededeling is... Ja, op het eind zijn er bitterballen. En die worden gesponsord door de PVOSM. De PVOSM, de partij voor ons soort mensen. Nou, dan kunt u ongeveer raaien wie het hem gesponsord heeft. Hij zwaait. Ja, goed. Ik ben niks vergeten, denk ik. Hè? Wij gaan bijna beginnen met de eerste stelling, maar ik ga eerst even iets anders vragen. Wie was voor u het beste raadslid in de afgelopen periode? Ja, afgezien van het voor de hand liggende... Oké. Dan moet ik helaas kiezen voor de heer Tiemstra naast mij. Meneer Tiemstra, 1. Dezelfde vraag voor meneer Tiemstra. Dan
zou ik kiezen voor een raadslid wat geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad, de heer Den Hollander. Ja, die tellen we mee dan. Ja, meetellen? Oké, tellen we mee. Meneer Rotters? Ik ben minder in de raad geweest dan de periode daarvoor. Maar de keren dat ik geweest ben, vond ik de heer Tiemstra toch ook een goed raadslid. Dat is een rondje. Kom toch. Meneer Heuveling? Voor mij Frank de Brave. Alsjeblieft. Mevrouw Ruigt? Voor mij Pieter de Hollander. Meent u dat? Ja, dat meen ik. Goed zo. Meneer Van Groos? Pieter de Hollander. Nou gaan we toch iets meemaken, zeg. Meneer Bakker? Ik zou ook voor Richard Tiemstra kiezen. Ja. En waarom? Want nou al drie keer die naam. En nu moet het gebeuren, hè? Meneer Van Dongen? Ik ga ook voor de heer Den Hollander. Dan denk ik dat we een niet-raadslid uitgeroepen hebben bij deze met 4 stemmen, als ik goed geteld heb, tot beste raadslid. Volgens mij is je, of niet? Ja. Ja. Ja, het levert verder niks op. Nee, alleen wat goed willen hier in de zaal. Dat is misschien ook niet onbelangrijk voor als je in de toekomst nog eens ambities hebt om in de politiek terug te keren. Ja. De eerste stelling. Druk hem maar op de knop. Ja. De huidige coalitie is een zegen voor de gemeente Waalwijk. Ja, dat weet ik niet. Ik kan daar niet over. Wie? Wie is het er mee eens? Die steekt een groene kaart op. Ja. Dat is geen groene, hè? Dat is rood. Ja. Ja, nou. Wie is het niet eens met deze stelling? Rood. Heb je gelijkspel? Nou, volgens mij is rood in de meerderheid. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee, we houden het op rood in de meerderheid. Goed, wie... Ik zal eens een tegenstander beginnen. Ik begin meteen bij de eerste, meneer Den Brave. Gaat u maar staan. Hadden we afgesproken. Ben ik wel de kleinste, maar dat maakt niet uit, hè? Oh. Ja, mag ik hem vasthouden? Oh, sorry. Jammer dan. Nee, mag hem vasthouden. Dankjewel. Ik vond de coalitie geen zegen voor de gemeente Waalwijk en ik zal uitleggen waarom. Deze coalitie heeft 4 jaar geleden een plan geschreven. Daar hebben ze zich 4 jaar keurig aan gehouden, tot in het absurde. Er werd absoluut niet afgeweken van de afgesproken lijn. Ondanks het feit dat er in de laatste 4 jaar het een en ander veranderd is. Ondanks het feit dat er geld nodig was, wat er aanwezig was en waarvan ze weigerden te gebruiken. Dingen die ik allemaal duidelijk heb laten weten in de gemeenteraad. En ik denk dat het heel goed zou zijn als er nu een college komt wat bezig gaat zijn met waar we nu echt mee bezig moeten zijn. En dat is met de mensen van Waalwijk. En niet met de infrastructuur, niet met de huizen, niet met de stenen, niet met het asfalt, maar met de mensen. We kunnen het debat afsluiten, denk ik. Nee, ik kan me niet voorstellen dat... Jullie dit laten lopen. Wie? Meneer Bakker, ja. VVD. VVD, ja goed, ik moet eerlijk zeggen, bij de stelling is het woord zegen voor mij wel een wat overdreven woord. Maar ik denk wel dat deze coalitie in deze afgelopen 4 jaar gezorgd heeft dat er een stabiel beleid gevoerd werd. Een stabiel beleid dat ertoe heeft geleid dat uiteindelijk de financiële huishouding van de gemeente op orde is gebleven. Dat de zaken die gedaan moesten worden. En we hebben bij het begin ervan gesteld dat er weinig ruimte was voor frivoliteit of allerlei nieuwe zaken. En ook dat is uitgekomen. Dat is niet iets wat achteraf gezegd kan worden dat iets is wat een tegenvaller is. We hebben dat heel duidelijk van tevoren gesteld. En ik denk dat in deze tijden van crisis, die ergens rond 2007, 2008 zijn begonnen, het van belang is om op dat punt heel duidelijk een heel steady beleid te voeren. Wat niet uit de bocht vliegt, zoals dat heet, en wat in veel gemeenten wel zo is gebeurd. Volgens uw voorman, dan zitten we inmiddels in crisis min. Ja. Het gaat al iets beter, heb ik begrepen. Ik denk meneer Tiemstra. SGP. Dank u wel, meneer Koppelen. Eventjes reagerend inderdaad ook op de huidige coalitie is een zegen voor de gemeente Waalwijk. Het woord zegen gaat mij ook te ver om deze coalitie te kwalificeren.
Als we op een gegeven moment kijken naar de financiële huishouding die op orde is en we kijken naar de meerjarenbegroting, dan komen er miljoenen tekorten aan de komende maanden, of de komende jaren. Dat is niet iets waarvan ik zeg van dat mogen we als een zegen beschouwen. Daarnaast de wijze waarop de huidige coalitie heeft gefunctioneerd richting de oppositie, dan is er weinig tot geen ruimte geboden om ook zelf met ideeën te komen. En ik hoop dat er straks na 19 maart het een en ander gaat veranderen. Ja, dat roept bij mij de vraag op. Die ga ik aan meneer Van Dongen van het CDA stellen. Wat vond u van de oppositie? De oppositie is minder opgevallen dan de coalitie. En wat eerder ook al gezegd werd. De coalitie heeft stabiel samengewerkt. De oppositie is niet in staat gebleken om daar één front tegenover te stellen. Dus ik vind dat de oppositie het beter had kunnen doen dan ze feitelijk gedaan hebben. En ik wil nog even reageren op het verwijt wat je ook vaker hoort van deze coalitie heeft alleen aan stenen gedacht. Absoluut niet. Er is zeker ook aan mensen gedacht. En let wel, je hebt ook stenen nodig. Niet om dan mensen te gooien, maar om daarna ook mensen te kunnen helpen. Ja, niet gooien. Ja. Ik wou daar mevrouw Ruigt heel even op laten. Ja, heel even laten. Maar blijf maar staan, dan weet ik dat het goed komt. Ja, de heer heeft al een heleboel gezegd. En u kunt wel zeggen, de coalitie of de oppositie was geen eenheid. Maar wij zijn beide, of allemaal van partijen, waar we vrijheidskeuze hebben om te stemmen. Wij kunnen onze eigen stem laten horen. En bij de coalitie had ik het idee dat dat een vastgeroest iets was. En dat daar een fractiediscipline heerste waar je helemaal niet goed van werd. En ik hoop dat dat gaat veranderen. Nou, ik ken iemand die van discipline is. Meneer Heuveling, lokaal belang. Ja, ik denk dat Brabants Dagblad heeft gestaan. Een stabiele coalitie is belangrijk voor Waalwijk en dat is in dit geval ook. Zo overal, is overal. Nee, maar de voorgaande jaren hadden we om de twee jaar. Of we hadden een verkiezing, twee jaar later een crisis, weer een verkiezing, weer een crisis. Dan begin je elke keer weer opnieuw. Tuurlijk hebben we als coalitie een programma. Dat is overigens door de raad, een overgroot deel van de raad, geaccepteerd. Nou, dan krijg je een boodschap mee van ga het uitvoeren. Nou, dan hebben we het denk ik heel netjes uitgevoerd, in belangrijke mate. En ja, in de toekomst krijgen we problemen, maar niet omdat wij het veroorzaakt hebben. Maar als de Rijksoverheid de norm gaat bezuinigen, dan krijgen wij daar een postje van. En dat schept bij ons de problemen. Overigens wil ik iets opmerken. Het gaat mij niet om coalitie of oppositie. Wij staan met z'n allen voor het belang van Waalwijk. En daar waar we elkaar kunnen vinden, vinden we elkaar. Want ik weet zeker dat misschien wel 70-80% van de besluiten bijna unaniem genomen zijn. Dus misschien is het meer een beeld dan werkelijkheid. Ja, dat is. Ja. In mijn geheugen, ja. Ja. Ik denk dat meneer Otters van de Partij van de Arbeid daar wel iets op te zeggen heeft. Ik heb er wel iets op te zeggen. Het was een stabiele coalitie. Een zegen was het niet. De coalitie heeft keurig op de winkel gepast. Alleen ze zijn één ding vergeten. Dat zijn de klanten. Meneer Van Dongen kan het wel hebben dat het ook over de inwoners gaat. Maar als je kijkt naar de bezuinigingen, zat er weinig visie achter. Het is één getal. 10% dit, 10% dat. En de organisaties moesten het zelf oplossen. Er zat weinig visie achter. Ik kan me herinneren dat er tegen heel veel bezuinigingen niet zo heel veel bezwaren zijn geweest, meneer Van Groos, ChristenUnie. Die gaat over het geld als wethouder, maar dat is je nu vanavond even niet. Nee, dat klopt. En de problemen zijn ook niet door onszelf veroorzaakt. En meneer Tiemstra zei van ja, we gaan weer naar tekorten toe, maar die worden wel veroorzaakt door Den Haag. En niet door dit college en deze coalitie. En ik heb ook niet in de afgelopen periode gemerkt dat we mensen zoveel tekort hebben gedaan door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd. En gelukkig snappen de meeste inwoners ook dat als je minder geld hebt, dat er ook minder valt uit te geven. Ja, ja. Dat brengt me even heel even bij, even tussendoor, ik kom zo bij u. Dag meneer Bakker, ik heb heel veel lantaarnpalen gezien. En daar hangt een affiche op van de VVD en er staat op: niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Nou, dat vind ik heel interessant. Ja, maar dat is niet zo vanzelfsprekend namelijk. Bij een gemeente is dat redelijk zelfsprekend, denk ik. Nee, want dan, er zijn heel veel gemeenten die daar ontstaan tekorten aan het eind van het jaar.
En wat wij hebben gedaan als coalitie de afgelopen 4 jaar, toen wij in 2010 begonnen, toen hier een donkere wolk vanuit Den Haag dreef richting het oosten, vanuit het westen, waar enkele miljoenen aan vermindering van de gelden die richting Den Waalwijk kwamen. En dat hebben we middels het programma omgebogen. En u heeft kunnen zien in de afgelopen 4 jaar dat elk jaar netjes de rekening klopte. En dat we dus het voor elkaar hebben gekregen om zonder al te veel schade, collega Van Goos zei dat net al, zonder al te veel schade en zonder al te veel zeg maar ontevredenheid te creëren. Het is gelukt om die donkere wolk in ieder geval over ons heen te laten komen zonder dat daar een enorme vervelende stortbui uit is gevallen. Klopt het? Nou, toen wij 4 jaar geleden in de raad kwamen, toen zagen wij al dat tot exact het eind van de coalitie tekorten zouden aankomen. En ik heb altijd geleerd van regeren is vooruitzien. Dus toen wij 4 jaar geleden aantraden, kon je al in meerjarenplannen gaan zien dat de tekorten na deze coalitie eraan kwamen. En dat vind ik geen regeren is vooruitzien. Ja, ik moet nu toch even naar meneer Van Groos. Tussendoor. Het perspectief is maar 4 jaar over het algemeen, dus er valt niet zoveel van te zien. En de oppositie heeft nu weer tekorten van enkele miljoenen zien komen, niet unaniem bij de laatste begrotingsbehandeling een voorstel ingediend om maar eens een bedrag van X te bezuinigen op weet ik veel wat, om alvast vooruit te zien en te regeren op wat er komen gaat. Meneer de Merave, er iets over te zeggen? Of oh, heel ergens anders. Ja, wel hetzelfde, maar anders. Ook gewoon in beladen ook. Ja, ja. Ja, kijk, als ik zeg van deze coalitie heeft gekozen voor stenen, niet voor mensen, dan zeg ik dat natuurlijk niet zomaar. In de laatste 4 jaar heeft de coalitie, die hebben van tevoren netjes verteld aan ons wat ze allemaal gingen doen, die hebben ruim in 4 jaar tijd ruim 17 miljoen bezuinigd. Van die 17 miljoen kwam meer dan 12 miljoen rechtstreeks van jullie vandaan. Rechtstreeks van jullie vandaan. Om een beeld te schetsen. WMO, volksgezondheid, et cetera, heeft deze coalitie in vier jaar tijd de enorme hoeveelheid van 50.000, 60.000 euro meer uitgegeven. Armoedebeleid is deze coalitie 70.000 euro meer aan gaan uitgeven. Parkeren is deze coalitie 6 ton meer aan uit gaan geven. Om het boel eventjes in perspectief te schetsen. Ik dacht dat betaald had, Frank. Ik heb deze week 2 dagen in totaal op de gemeentehuis gezeten bij ambtenaren van de afdeling Financiën. En die hebben mij deze cijfers beaamd. Dit vraagt even om een reactie. Ik kom zo bij meneer Tiemstra. Eventjes over het verhaal van geïnvesteerd in stenen en niet in mensen. Voor een deel is dat waar. We hebben in stenen ook geïnvesteerd. En wat voor stenen? In scholen die 50, 60 jaar oud zijn, waar onze kinderen met elkaar in moeten huisvesten, waar het binnenklimaat bijzonder slecht is, daar hebben we in geïnvesteerd. In diverse scholen en ook in Waspik natuurlijk, voor de helderheid. En dan hebben we ook natuurlijk over onze toekomst en over onze kinderen. Dus dan hebben we het ook over de mensen. Over het parkeren klopt ook niet. Laten we dit zeggen. In 2010... hebben wij de parkeertarieven van maandag tot en met donderdag met 30% naar beneden gedaan. We hebben sindsdien 4 jaar niet meer verhoogd en volgend jaar wordt het ook niet verhoogd. We hebben voor een bezuinigingstaakstelling gestaan in 2010 voor rond de 7 miljoen euro. En die hebben we inderdaad netjes opgelost, waarvan ongeveer 2 miljoen uit de organisatie. Dat wil zeggen dat we toch, hoeveel, 30 mensen of daaromtrent minder werken. Je bent wel erg bewegelijk trouwens. Ja, wel een beetje. Huh? Voor de leeftijd dan, hè? Meneer Tiemstra. Dank u wel, voorzitter. Nog eventjes terug op het tekort op de meerjarenbegroting van de miljoenen tekorten die op ons afkomen. Er wordt op een gegeven moment gesteld van ja, vanuit de oppositie zijn er geen voorstellen gekomen om daar iets aan te doen. Dat is een klein beetje flauw. Ik denk dat het ook vanuit de coalitie op geanticipeerd zou kunnen worden van dit komt eraan, wat gaan we daarmee doen. Daarnaast zitten wij te wachten op het overdragsdocument wat gaat gebeuren de komende jaren. Wat de huidige coalitie achterlaat en waar de nieuwe raad straks mee aan de gang kan. En daarna zullen we het erover hebben. Meneer Van Groots en dan wil ik ook nog een keer meneer Otters. En dan heb ik nog een vraag voor iedereen.
Het gaat om het debat, hè? Dus ik reageer op wat meneer Tiemstra zegt. Als wij erin geslaagd zijn 4 jaar geleden om 7 miljoen weg te werken, dan kunt u erop vertrouwen dat dezelfde 4 partijen de komende jaren ook enkele miljoenen kunnen oplossen. Het zal lastiger worden als we moeten bezuinigen. U kent mijn vraag al, denk ik. Nee, ik ken uw vraag niet. Stelt u uw vraag maar. Ik kom zo. Oh. Ja, nou bewaken we even. Meneer Rotters, hier nog iets? Ja, ik zal even gaan. Ja, dat ga ik. Nee, het klopt dat dit college best geïnvesteerd heeft in scholen, et cetera. Maar die plannen lagen allemaal al op tafel. Dus het is gewoon voor het grootste gedeelte uitgevoerd van wat er in de voorgaande periode al besloten is geweest. Ja. En het is wel opmerkelijk dat aan de harde kant budgetten gewoon uitgegeven worden. Terwijl op het gebied van armoede en zorg er ook aan het eind van het jaar telkens geld overblijft. Dus daar had je ook best actiever in mogen zijn. Ja, nee? Ja, hè? Ja, want je zat zo te denken. Nou wordt wederom de tegenstelling opgehaald van stenen versus mensen. Maar stenen zijn investeringen en dat doe je voor mensen. En als je wegen aanlegt, dan doe je het ook voor de fietser, voor veilig verkeer. En dan doe je het ook voor verbetering van de wegen, zodat ook het comfort voor de gebruiker ook beter wordt. Dus ik vind het een wat valse tegenstelling te zeggen, het gaat of naar steen of naar mensen. Je investeert in de samenleving en daar profiteert iedereen van. Juist. Ene korte dan. Ik vond de opmerking het comfort van de mensen vond ik een interessante in deze, meneer Van Dongen. Ja. Een korte zin? Nou ja, ik wilde toch even een paar dingen rechtzetten, want anders blijft dat beeld hangen. Voor een partij die nog zojuist een advertentie plaatste, minder cijfertjes, alleen maar mensen, is het goed te horen dat iemand 2 dagen op het gemeentehuis heeft gezeten om de cijfertjes in zich te planten. Waar heeft hij geadverteerd? We hebben geen 17 miljoen bezuinigd. Dat beeld is even weg. Het was 7, en u noemde ook nog een bedrag van 12 miljoen vervolgens, maar die cijfertjes die kloppen allemaal niet. Even voor het beeld. Nou ja, één zin, hè? Want anders krijg ik ruzie hier. Dan moet u gaan praten met de ambtenaren bij Financiën die mij uitgelegd hebben dat ik het op die manier mag zien. Er is in 4 jaar tijd dat bedrag bezuinigd. Overigens heb ik zo lang op het gemeentehuis moeten zitten, omdat die cijfertjes zodanig verborgen zijn dat je een half idioot moet zijn als je het allemaal precies wil begrijpen. Ja, meneer Van Roos, kort. Ja, kort, we brengen elk jaar een begroting uit en een jaarrekening. En die wordt besproken door de Raad. Daar staat alles in. Ook wat we hebben bezuinigd. En ik wil er graag nog reageren op het feit dat we op armoedebeleid juist niet hebben bezuinigd. En dat in de loop van de jaren die budgetten zijn gestegen. En dat kunnen we van een heleboel dingen, zoals onderhoud groen en onderhoud wegen, niet zeggen. Daar is ook op bezuinigd, maar niet op armoedebeleid. Ik las overigens vandaag nog heel snel tussendoor in Elsevier dat de gemeente Waalwijk gemiddeld financieel gezond is. Ja, wat dat precies is, weet ik niet. Maar met dat soort uitdrukkingen top ik in de gemeenteraad ook nog wel eens. Ik wil even de huidige coalitie, jullie hebben een makkie gehad, als ik het allemaal begrijp. Dat zeg ik. Jullie willen wel verder denken, of niet samen? Meneer, ja of nee? Nou, daar ligt dan de verkiezingen natuurlijk. Als er de verkiezingsuitslag een klein beetje in de richting komt? Nou, in principe is de afspraak, als je een goed team hebt wat goed werkt, ja. Dan denk ik niet dat je het dan moet wijzigen. Ja, Sjaak. Ja. Meneer Van Koos. Ja, maar wij zijn de klei. Klaar. Ja. Ja, maar we wachten toch wel de uitslag af. Ja, dat doe ik ook. Ik wil even nog naar de tribune, we kunnen bijna naar huis, ja. Bijna klaar. Zijn er nog vragen over dit onderwerp? De volgende stelling gaat over de aanleg van de nieuwe haven in Waalwijk. De boten in Rotterdam die worden steeds groter. Schepen met 18.000 containers komen daar binnen. Containers moeten allemaal zo snel mogelijk weer verder het achterland in. En die boten worden ook weer steeds groter. Willen die boten ook straks nog in Waalwijk kunnen aanmeren, dan moet de haven vergroot worden. Er moet een nieuwe insteekhaven komen. Dat plan dat ligt er al eventjes. De gemeente Waalwijk heeft daar ook al geld voor gereserveerd. Het Rijk heeft geld vrijgemaakt. De provincie, Brussel denkt er nog over na. Maar de komende raadsperiode, de nieuwe raad, die moet de knoop echt doorhakken.
Komt de nieuwe haven er of komt die er niet? Nou, wil ik niet doemdenken, maar ik kan me zomaar voorstellen dat de kosten toch net iets hoger uit gaan vallen dan het geld dat de gemeente Waalwijk al gereserveerd heeft. Dus de stelling is dan ook, daar staat hij al, een nieuwe haven is van zo'n groot belang dat hij best meer dan 10 miljoen euro mag kosten. Nou, een groene kaart voor ben ik mee eens en no way een rode kaart. Nee, hij mag best meer dan 10 miljoen euro kosten. Ja. Heel veel groen, ook heel veel rood. Wat is dat, is groen? En meneer Heuveling, heeft u er ook een mening over? Ja, ik ben heel benieuwd. Een rode. Kijk aan. Nou, ik begin bij u. Het mag best wat meer kosten, want het is heel belangrijk. Ja, het kost zo'n 30 miljoen. Ja, dus het is veel meer. Maar de gemeente, hè? Maar voor de gemeente 10 miljoen. Maar het enkele feit dat je aangeeft dat ook Europa, mogelijk provincie en het Rijk en de regio, dit een enorm belangrijk project vinden en daar ook meer geld in stoppen dan de gemeente Waalwijk, dan vind ik dat als we bij het opmaken van het eindbudget er zou blijken dat je nog een klein bedrag tekort komt, dan zullen we opnieuw rond moeten gaan. We kijken, zijn er partners. Afgelopen maandag hebben we een aantal mensen gezien van het lokale bedrijfsleven die gezegd hebben, wij willen hier 2,5 miljoen in stoppen. Nou, ik kan mij niet voorstellen dat we aan het eind van de rit zouden zeggen, alsjeblieft, je geeft het geld terug, het gaat niet door. Ik kan het me niet voorstellen, zegt meneer Van Dongen. Ja, kijk, we hebben een heldere afspraak gemaakt. Het staat zwart op wit van dat het ons niet meer dan als gemeente, hè, want de haven zelf kost meer, 10 miljoen zou kosten. Dan gaan we natuurlijk niet dubben of nou 10 miljoen en 500.000 of zo. Dat is niet in discussie, want dan kun je inderdaad gaan terug. Maar als je nu al gaat zeggen van nou dat meer mag, met wie moeten we nog gaan praten? Van wie krijgen we nog überhaupt nog een euro? En dan zeggen de gemeente Waalwijk, los het op. Dus niet. Ik sta hier wel best een beetje een dubieuze, nou, dat is het woord natuurlijk niet, maar met een beetje rot gevoel wel. Enerzijds heb je toch een beetje de verplichting om de bestaande bedrijven die al gebruik maken van de haven, uiteraard de gelegenheid te geven om dat toch langer te kunnen blijven doen. Daar is alle begrip, denk ik, als zodanig voor. De andere kant is de vraag of wij een nieuwe haven moeten hebben tot over 30 jaar voor hele grote schepen waar we alleen nog maar containers krijgen en vervolgens die op wagens zetten en weer ergens naartoe moeten brengen. Ja, ik heb daar echt wel bedenkingen bij. Nou ben ik het afgelopen jaar als economieredacteur bij heel veel bedrijven langs geweest op het Hoog, op de haven. En die bedrijven die zijn allemaal gekomen of die zijn gaan uitbreiden. Hallo. Want zeggen ze, er komt een nieuwe haven. En van de bedrijven kan ik dat ook begrijpen. En ik vind ook, ik bedoel, als wij van Europa, maar dat moet nog blijken, want we hebben het nog niet. En het is nog maar de vraag dat het maar 34 miljoen zal gaan kosten. We zijn nog steeds in een onderzoeksfase. Als we nou alles eerst eens even goed in onze handen hebben, echt cijfers op papier en ook toegekend, dan kunnen we gaan praten. En natuurlijk is het een pre als het bedrijfsleven daar 2,5 miljoen bij legt. Dat verdient respect. En ik snap het ook heel goed. Maar het is aan ons om een afweging te maken op het eind van het plaatje. Wat kost het? Wat is het rendement daarbij? Of gaan we alleen maar hier vrachtwagens binnenhouden, containers erop? Praten we nog niet wie de vrachtwagens gaan rijden, waar de containers naartoe moeten? Dat is ook nog een vraag. Goed. Ja. Nou, de heer Heuveling heeft, zoals gebruikelijk, zoals ik hem ken, heel veel gezegd. Volgens mij stak hij een groen briefje overeind van ik ben het er mee eens. Als we de stelling. Nee, hij was het er niet mee eens. Hij was er niet mee eens. Hij stond ook met zijn rug naar mij toe, dus dat heb ik niet kunnen zien. Hij haalde hem ook heel laat uit zijn zak. Ook dat is me opgevallen. Nee, als we de stelling nemen zoals hij is,
Dan zei de nieuwe haven is van zo'n groot belang en wat verder volgt. Als er staat een nieuwe haven is van groot belang, punt. Dan had ik ook een groen briefje overeind gestoken van ja, ik ben het er mee eens. Een nieuwe haven is van groot belang. Maar best meer dan 10 miljoen. Als er heel makkelijk gesproken wordt over een 500.000. Ik heb dat inderdaad anders meegemaakt over veel kleinere bedragen. Laat ons inderdaad kijken wat het kost. Wat doet het bedrijfsleven? Er stonden hele hoopvolle berichten ook over in de krant van de week. Zodra we weten wat het kost, zullen we daar als raad een besluit over nemen. En de SGP zal daar aan deelnemen. Maar er valt dus wel over te praten, over een paar miljoen extra. Dat hangt er vanaf, van de dekking, hoe betrouwbaar die is, hoe degelijk, waar die vandaan komt, wat doet het bedrijfsleven, wat zijn de plannen. Ons definitieve standpunt zullen wij laten weten als alle informatie voorhanden is. Ja, dat is natuurlijk zo. Pas op het moment van daadwerkelijke gunning weet je precies voor welk bedrag kan het aangenomen worden, wat betekent dat. Dan kom je dan nog wat tekort. Maar ik heb de vraag zo opgevat, hoe belangrijk is dit voor de economie van Waalwijk? En daarmee ook voor de mensen van Waalwijk, als we toch dat verband willen brengen. Ik vind het een majeur belang om hier aan mee te doen. En de vraag is niet zozeer van willen we een insteekhaven? Nee, het alternatief is, we hebben geen modaliteit water meer als je het niet doet. En daarmee sterft een deel van je economie af. Nou, ik zou die verantwoording niet willen nemen. Dus ik wil heel graag positief denken over die iets meer dan 1 miljoen of 10 miljoen. Mevrouw Ruigt. Ja, ik denk er uiteraard heel positief over. Ik denk dat in de toekomst meer over water dan over land gaat. En 4 jaar geleden hebben wij daarvoor gepleit en wij zijn erg blij dat hij er misschien toch gaat komen. Misschien, nog heel voorzichtig? Nou ja, als ik het zo hoor, we krijgen zo'n coalitie zoals we nu hebben die alles dicht timmert en het kost 11 miljoen, gaat niet door. Er is toch geen coalitie voor de nieuwe periode en dichttimmer hebben we al niet gedaan. En ik ga ervan uit dat het de volgende periode ook niet zo zal zijn. Voor de ChristenUnie is de nieuwe haven wel heel belangrijk. Maar ik zie niet in waarom wij als gemeente voor een haven die van regionale en zelfs nationale betekenis is. Want Rotterdam heeft gewoon achterland nodig en al die vrachtauto's moeten van de weg. Waarom de gemeente Waalwijk een meer dan evenredig deel van de kosten zou moeten nemen. Dus wat ons betreft is het nog steeds 10 miljoen. En dan doen we als Waalwijk al heel wat. En voorlopig hou ik daar aan vast. Ja, en dat is nu natuurlijk het probleem een klein beetje met deze stelling. Ik heb hem zo gelezen dat daar in het eerste deel staat, als het zo'n groot belang heeft, dus een dergelijk groot belang heeft, en dat belang, ja, dat weten we nog niet precies, dat moet uit de business case blijken. Ja, dan zou het best kunnen dat dat meer dan 10 miljoen. Nou, het belang is natuurlijk wel duidelijk, want als die boten straks niet meer kunnen komen, dan heeft de haven weinig zin meer. Nee, dat begrijp ik. Maar dat is of die er überhaupt komt, ja of nee. Maar het gaat ook over de mogelijkheden die dit biedt voor toekomstige groei van industrie rondom Waalwijk. En op het moment dat je daar goed onderzoek naar doet en er blijkt uit de bereidheid ook van bedrijven om zich wellicht te vestigen in de omgeving van Waalwijk. Op het moment dat deze haven daar ligt, dan kun je vaststellen dat het belang zo'n grote omvang heeft gekregen dat het in dat geval het overwegen waard is om daar meer als 10 miljoen euro als gemeente Waalwijk in te stoppen. Dat is iets, en daar geef ik iedereen wel gelijk in, is iets wat je op dit moment nog niet kan bepalen. Maar als je de stelling zo leest, dat het belang zo groot is tegen die tijd, dat je erover moet gaan beslissen, dat er ontzettend veel upside voor de gemeente Waalwijk in zit, dan zou dat best kunnen, ja, denk ik, dat dat meer dan 10 miljoen euro zou mogen kosten. Oké. Okay. Nou, wie stond er eerst? Rijntje af. Nou, als ik naar de stelling kijk, dan denk ik wat er inderdaad staat. De haven is zo belangrijk. Nou, daar hebben we het met z'n allen uit en erna over gehad. Hè? En waar de coalitie in eerste instantie zei van het kan niet en het mag niet, hebben ze uiteindelijk toch gezegd van nou, het kan wel en het mag wel. Voor ons was het wij zijn het ermee eens geweest omdat vervoer over het water milieuvriendelijker is dan vervoer over de weg. Er zit nog wel het milieuaspect aan van hoe gaan we daar nou mee om als er straks in de buurt van Waalwijk in één keer heel veel meer vrachtwagens rond gaan rijden die daar allemaal die containers weer weg moeten halen. Hè? Want dat heeft natuurlijk ook invloed op ons milieu en voor onze bewoners die vlak bij de snelweg wonen, die eigenlijk te dicht bij de snelweg wonen. Als het meer kost, dan sluit ik me aan bij wat de heer Tiemstra zei. Als het meer kost en het is op een fatsoenlijke manier gedekt, dan is dat acceptabel. Ja. Oké, okay, duidelijk. Nou, kunt u me tegen zitten. Meneer Altens. Ja, inderdaad, ik heb het ook zo opgevat. De nieuwe haven kost al in totaliteit veel meer dan 10 miljoen. Voor ons is het punt, er valt best over te praten aan de hand van een uitgewerkte business case. Maar voor ons is van belang in hoeverre de gemeente daar ook risicodragend in gaat. Wij zijn van mening dat
de gemeente niet verder moet gaan dan het faciliteren van de infrastructuur. Maar de exploitatie van de haven en ook de risico's in de groeiperiode, daar hebben we te veel ervaring mee opgedaan. Dat moet de gemeente niet doen. Oké. Meneer Heuveling, tenslotte. Nou ja, het is in dat opzicht al gezegd. En de heer Vergroos heeft terecht opmerking gemaakt. Als die haven zo belangrijk is, hè, ook voor de regio, ja, dan vind ik ook dat de regio of het Rijk of de provincie een grotere bijdrage moet leveren dan dat de gemeente nu zelf bijlegt. Dat vind ik niet verantwoord. Het tweede punt is, blijft nog steeds overeind wat mij betreft, dat we nog steeds ook naar de huidige haven kunnen en moeten kijken. Want dadelijk hebben we twee havens natuurlijk, hè? Laten we er wel wezen. Dus daar moeten we ook nog naar kijken. En uiteraard eerst al die onderzoeken eens even afwachten, de risico's inschatten en dan pas natuurlijk een helder besluit nemen. En ten aanzien van, ja, zeggen ze de industrie. We hadden vroeger de schoenindustrie, heel eenzijdige industrie. Wat we nu gaan creëren is waarschijnlijk weer een nieuwe eenzijdige industrie. En dat is natuurlijk transport. En dat is natuurlijk wel een gevaar, ook voor de industrie in zijn algemeenheid. Nou is de transport en de logistiek wel een van de branches waarin nog werk te vinden is. Jawel, maar dat was toen de tijd in de 60, 50 jaar in de schoenindustrie ook. He, er is geen garantie, maar dat wil niet zeggen dat je daar niet voor open moet staan. Maar je moet niet alles op één industrie zetten. Maar was het niet zo dat lokaal belang destijds misschien wel het hardste juichte? Ik kan me nog herinneren dat de woordvoerder van lokaal belang dus historische woorden sprak. Wij gaan mee in de vaart der volkeren. Nou, dat vond ik een hele grappige natuurlijk. Maar volgens mij juich ik zelden. En ik kan me niet voorstellen. Nee. Ik heb het over lokaal belang. En daar bent u gewoon een onderdeel van, hè? Niet het minste. Nee. Nou, de vaart der volkeren, dat moet je natuurlijk wel zien in het perspectief van het haalbare, het mogelijke en het verantwoordelijke. En dat zijn aspecten die we wel gaan afwegen. En toch zat er afgelopen jaar een merkwaardige kentering. Er was dus toch een wat terugtrekkende beweging. Nee, een kritische beweging. Dat was en dat is en dat zal voorlopig ook nog wel zijn totdat we de resultaten zien. Mooi. Ja, ik ga even door. De jachthaven. Ja, de jachthaven, daar gaan we nou naartoe. Want even ervan uitgaan dat die nieuwe haven er gewoon komt, dan betekent dat wel dat de jachthaven moet wijken. Nou hebben wij voorafgaand aan het debat oproepen gedaan van mensen die misschien een vraag hebben aan jullie als lijsttrekkers. En die waren er, vooral vanuit de hoek van de watersportvereniging. Ik kijk eventjes. Een vraag was, beschouwt u het als een plicht om te zorgen dat de leden van de watersportvereniging elders in de gemeente een nieuwe lichtplaats krijgen voor hun boot tegen nagenoeg gelijke tarieven als de jachthaven weg moet? Ja, we hebben deze discussie al een keer eerder gehad toen het in het verband met het nieuwe industriegebied ging over de verplaatsing van de volkstuinders. En toen, ook toen hebben wij gezegd, wij beschouwen dat als een morele plicht. Ja. En toch maken ze zich zorgen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. De berichten die op een gegeven moment in de krant stonden en die vanuit de coalitie zouden komen, die baarden inderdaad zorgen. Maar de coalitie was daarnaast razendsnel weer terug om te vertellen dat het allemaal wel meeviel en dat het misschien allemaal toch geregeld kan worden. Maar in eerste instantie werd er gezegd, het kan niet. En ik kan me voorstellen dat mensen zich dan zorgen maken. Ja. Het valt allemaal mee. Wie wil erop reageren? Het komt allemaal goed. Coalitie? Ja, bent u? Ja, ik vind het merkwaardig dat er steeds wordt gesproken over coalitie of oppositie. Ik zou zelf graag het woord willen voeren namens lokaal belang. In dat opzicht, laten we helder zijn. Er wordt wat ons betreft niet begonnen aan een nieuwe haven voordat duidelijk is in overleg wat er gebeurt met de jachthaven. Dat lijkt me toch helder. Ik vind dat als de nieuwe haven er zou komen, dat we de plicht hebben om voor de jachthaven een goede plek te hebben. Ja, meneer Vergroos. Het gaat niet alleen dat er dan duidelijkheid moet zijn wat er met de huidige haven gebeurt, maar het moet ook duidelijk zijn wat dat mag gaan kosten. En er is nog niemand die zich daarover heeft uitgesproken. En ik moet wel zeggen dat de jachthaven al jarenlang tegen een heel laag tarief gebruik maakt van de haven, en dat we feitelijk geen enkele verplichting hebben dat we gewoon de huur kunnen opzeggen. En het is niet zo dat ik zo ver wil gaan, maar
U heeft het over verplichting. Dat is dan een morele verplichting. Want morele verplichting, ja. Juridisch gezien hebben we geen verplichting. En de vraag is hoe ver we willen gaan om en daarin tegemoet te komen. En als we zeggen wij willen hetzelfde als wat we nu hebben en niet meer gaan betalen. De rekening gaat niet door de gemeente Waalwijk worden betaald, schat ik zo in. Mevrouw Ruigt. Ja, maar ik wil hier even op ingaan. Een moment. Dank u wel. Even inderdaad van de vraag over de jachthaven in relatie tot de nieuwe haven van groot belang. Ik denk dat we inderdaad, en dan sluit ik aan bij de woorden van wethouder Heuveling, dat we moeten eerst een oplossing voor de jachthaven voordat we gaan beginnen. Dat is één. Twee, we moeten ook helder in beeld hebben wat dan de nieuwe locatie voor de jachthaven is, wat die nieuwe locatie kost. En ik stel ook voor dat we de kosten van de verplaatsing meenemen in dit project, want de jachthaven en de gebruikers daarvan, die hebben niet gevraagd hierom. Hun wordt wel gevraagd om te wijken. Ik vind als wij als gemeente wellicht niet de juridische, maar wel de morele plicht hebben om in deze hun verhaal in dit proces mee te nemen. Dat is ons dan. Dan gaat u wel dik over de 10 miljoen heen natuurlijk. Sorry? Dan gaat u wel dik over de 10 miljoen heen als de nieuwe jachthaven die kosten erbij worden geteld. Nou, volgens mij was de vraag aan mij gesteld. Ik heb gezegd dat we ons standpunt daarover zullen kenbaar maken. Wat betreft het bedrag van de 10 miljoen, niet wat ik zojuist gezegd heb. Ik neem aan dat dit vanavond allemaal wordt opgenomen, dus daar mag u ons aan houden. Maar dat we op een gegeven moment, als we het hele verhaal jachthaven in beeld hebben, alle consequenties, de dekking, de betrouwbaarheid, de onderbouwing daarvan, dan zullen we ons standpunt innemen over dit hele verhaal. Insteek is positief, maar wel op basis van de goede gegevens. Meneer Ottens. Ja, ik wil toch even reageren op de heer Van Groos. Juridisch heeft hij gelijk, maar u bent wel bestuurder van Waalwijk. En u heeft daarin zeker een morele verplichting. We praten hier over een watersportvereniging, niet met miljoenen jachten die in kan kunnen laten liggen. Dus wat ons betreft sluiten we ons ook aan bij de heer Heuveling namens Lokaal Belang. Eerst ook een oplossing voor de watersportvereniging voordat begonnen wordt met de aanleg van de nieuwe haven. En ook in financiële zin. Meneer Van Dongen. Kijk, wat we doen is natuurlijk in het totale project, de hele business case, ook de verplaatsing van de jachthaven meenemen. Overigens inderdaad niet als een verplichting, een morele verplichting, maar ik zie het meer als coulance om dat mee te nemen. Ook gelet op eerdere precedenten die we ook in Waalwijk hebben gehad. Maar hier gaat het wel over een fors bedrag. Dus ik denk dat we aan het eind van de rit moeten kijken waar staan we financieel. Komen we tekort, hebben we over. Past daar dan ook in een budget voor de verplaatsing van die jachthaven? Maar een jachthaven met gelijke tarieven zoals het altijd is geweest, dat is een utopie? Nou ja, dat is een van de zaken die men ons nu voorhoudt. Als zou er sprake zijn van een zorgplicht voor de gemeente om ervoor te zorgen, zonder dat het ook maar iets meer gaat kosten. Nou ben ik op zichzelf ingenomen met het feit dat ook de vereniging zegt, nou een verplaatsing naar een andere locatie in Waalwijk vinden wij ook bespreekbaar. Maar dat men zegt, het mag ons geen cent kosten, daar moeten we nog eens een keer goed met elkaar over hebben. Tot slot, mevrouw Verhaagd. Ja, ik vind dat we die morele verplichting hebben. Ik hoor net van, ja, we vinden eigenlijk dat ze al lange tijd te weinig betalen. Dan had daar toen de tijd iets aan gedaan moeten worden. Maar nu met de verplaatsing moet je daar niet over gaan beginnen, vind ik. Ik schat zo in dat er best vragen uit de zaal zijn. Misschien. Ik kijk hoe ik bij u kan komen. Ja, dan moet die meneer helemaal naar beneden komen. Oh, dat is gevaarlijk, een microfoon geven. Dank u wel. Nou, op de eerste plaats zou ik op de heer Van Groos willen reageren. Dat we hebben het poeltje wat zeg maar ontstaan is met graven van de sluis. Dat hebben we zelf verder ontwikkeld in die 50 jaar. En we hebben netjes huur betaald. En dat is misschien niet zoveel, maar altijd veel meer dan elke voetbalvereniging betaalt. Want daar is helemaal geen onderhoud voor de gemeente aan te pas gekomen. We doen alles zelf en we hebben alles zeg maar gecreëerd zoals het nu is. En nu is het een mooie jachthaven, dat klopt ja. Maar dat hebben we allemaal zelf voor elkaar gekregen. En wij zijn gewoon bang dat we nou op dit moment het kind van de rekening worden. Dat er op plaats staan nog, natuurlijk komt er geld tekort, dat is duidelijk. Maar dat wij dan een beetje weggecijferd worden. Dat zal nog toch niet de bedoeling zijn. De jachthaven, het kind van de rekening van de regionale economie.
Ik snap wat meneer De Meijer zegt. En ik ontken ook niet dat de mensen zelf heel veel in die haven hebben gedaan. Maar die zijn naar de gemeente gekomen van dat is een poeltje, wordt toch niet gebruikt. Mogen wij dat gebruiken? Dan zeggen we ja, niet tegen een hoge prijs en zolang als wij het zelf niet nodig hebben. Nu komen we in de situatie dat we het zelf nodig hebben. En dan zouden we ineens alles moeten compenseren. Ook het vrijwilligerswerk, ja, dat is wel heel lastig. En daarin moeten we elkaar zien te vinden. Want het is niet zo dat wat zij vrijwillig hebben gedaan, wij kunnen compenseren door het commercieel uit te laten voeren. Want dan hangt er een heel ander prijskaartje aan. Dus er zijn wel grenzen en dan moeten we een middenweg zoeken. En als er dan wordt gezegd van ja, er moet wel een oplossing komen, dan denk ik, ja, wie bepaalt wat de oplossing is? Is dat pas als de mensen zelf van de haven zeggen van nou, dat is prima, ja, dan weet ik wel waar we uitkomen. En daar hangt een heel fors prijskaartje aan. Wordt het een hele mooie jachthaven. Is er nog een vraag van iemand anders? Die meneer. Dank u wel. Mag ik mij even voorstellen? Paul van Weijlen is mijn naam. Geachte lijsttrekker, ik wilde nog even niet voorbij gaan aan een gegeven dat naast de mooie jachthaven die er op dit moment bestaat, dat er ook in de monding van de haven een aantal zeer belangrijke zaken liggen. Verscholen voor misschien niet iedereen hier in de zaal bekend. Maar we hebben hier te maken met een scoutingvereniging, een zeekadetkorps, een grote hengelsportvereniging. Twee vaste lichtplaatsen voor woonboten. We hebben ooit een lichtplaats geschonken aan de gemeente Oena, waar een boot ligt. Kortom, dat zijn sociale en recreatieve belangen. En ik zou eigenlijk wel willen weten van deze lijsttrekkers, hoe staat u tegenover deze stelling? De scouting, Oena. Iemand reageren? Ik ga ervan uit dat ook die problemen gelijk worden meegenomen. Allemaal een nieuwe plek. Er is alles gesproken gelijkwaardige situatie. Hè? We moeten niet eventjes zeggen we gaan daar luxe toestanden. Precies. De gelijkwaardige, ongeveer gelijkwaardige situatie is uitgangspunt. Maar dat is afgesproken. Er wordt goed gekeken. Ik heb hier nog een vraag. Oh. Ja. Je bent erachter. Ik ben niet zo breed, dan ziet het me niet zo goed. Ja, vooruit. Waarom moet je allemaal op een nieuw haven hebben? Wij hebben toch een haven, gemeente Waalwijk. Waarom moeten jullie allemaal op een nieuwe Waalwijk zitten praten? En wat denken van die bezuinigingen? Wij moeten daar voor werken. En jullie zitten maar te praten over die haven. Ja. Ja. Ik zag inderdaad in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang, maar ongetwijfeld ook in de andere verkiezingsprogramma's, dat er ook de komende periode flink bezuinigd moet worden. Kan de haven daar de klos van zijn of het risico lopen dat er geen genoeg geld meer is? Het is nog een beetje raden, maar ik verwacht inderdaad tussen de 4 en 5 miljoen de komende periode dat we dat te bezuinigen hebben. En als we dan zien dat we de vorige periode 7 miljoen, wij noemen het uiteindelijk een beetje laaghangend fruit, dat is het makkelijkste. Dus je zult kunnen voorstellen dat de volgende miljoenen, dat een heel zwaar traject wordt. Ja, de lichte haven, zoals die op papier berekend is qua inkomsten, zou het de financiën daaruit moeten komen uit grond verkopen. Men zegt, oké, dan krijgen we meer industrie, kunnen grond verkopen, de winsten daarvan. Het is allemaal maar in theorie en in achtneming dat wij geld krijgen van de provincie van Europa, dat is nog maar een vraagpunt, en dat inderdaad de aanbesteding meevalt, ja, dan zou het budgetair in die zin opgelost kunnen worden. Dan moet de haven een zekerheidje wat zijn. Wat denk jij? Ja, ik denk er. Ben er wel klaar mee.